Hey hallo, welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag spelen wij weer Emergency Hamburger. Er is juist een collega neer, twee zelfs, bij de juwelier. Dus daar gaan we even snel naartoe. We zijn gelukkig best wel dichtbij. En we rijden vandaag weer lekker markt in de A3. Ik weet niet wat hier mis is gegaan, maar dit ziet er niet al te best uit. Even kijken. Zo, hop. Jij bent getaserd en jou houden we aan. Dan ga jij in ieder geval alvast mee. En dan zijn dit geloof ik allemaal criminelen. Dus ik weet niet wie er allemaal vuurwapens hebben. Zaten we er gewoon vanaf een afstandje zo rustig op ingaan. Wat ik wou is dat ze allemaal wanted zijn. Dus dat ik jou nou eventjes gelijk ga proberen aan te houden. En dan meeneem naar mijn auto. Hop, dat gaan we zeker alvast eventjes doen. Kom jij maar lekker met mij mee, meneertje. En dan gaan wij ook eventjes kijken wat er nog meer... Want die andere die daar liep... Jij bent geloof ik ook wanted. Als ik het zo eventjes goed zie. En nou wordt de juwelier ook nog eens bijna overvallen. Lekker bezig zijn ze allemaal, zeg. Ik weet niet of hij een wapen heeft, ja of nee. Ik hoop het niet. Laten we eventjes binnenkijken. Jij bent wanted. Gaan we eventjes op eerste richting die andere deur. En getaserd. En dan nemen we jou even mee. Er wordt ook spontaan weer veel geschoten. Ik weet niet vanuit waar en op wie. Even kijken. Kan jij ook nog mee in de auto? Of zit de auto te vol? Ik hoop dat er nog iemand bij kan. Dat gaat nog zeker. Hebben wij drie mensen aangehouden. Die gaan wij gelijk allemaal overbrengen naar de gevangenis. Hoppa. My luck is real. Is vandaag niet zo lucky. Maar deze heeft ook een V op zijn rug. En die ander had een zwarte V op zijn rug. Dus ik weet niet of het dan alsnog dezelfde gang is. Of het een of andere... ja, weet ik veel. Hoe noem je dat? Ja, gewoon een groepering. Criminele groepering. Een gang. Een mafiosi. Goed verhaal. We gaan Mr. Kingjoy ook overbrengen. Gaan ze allemaal 40 XP zijn? Want dat is lekker binnenkomen dan. Hè? Alle drie 40 XP hebben 120 XP. De bank en de kledingwinkel wordt overvallen. Wij gaan naar de bank toe. En daar zijn we dichtbij. Dus dat komt lekker goed uit. Even op de melding klikken. Even aanmelden. Even kijken. Er is een collega neer bij het politiebureau. Laten wij eventjes via het voetgangersgebied erin rijden. Even gelijk checken. Zijn hier achter voertuigen of mensen? Ik geloof van niet. Dus ze zullen niet op het dak staan. En binnen zijn. Hop. Deze paaltjes naar beneden. En even kijken, er wordt daar verderop ook nog geschoten. Ik denk dat hier iedereen is aangehouden. Nee, dat zijn ze niet. Wie ben jij? Hallo, hallo. Jij bent ER, ER. Jij bent wanted. We gaan achter de rode Volkswagen aan. Hij is geliefd. Jammer. Dat vind ik zielig eigenlijk wel. Die juwelier wordt overvallen. Dus dan gaan we daar snel naartoe. One eternity later. Even kijken. Er lijkt hier best wel veel geschoten te worden. Hier is verder niemand meer aanwezig. En ze rijden weg in een rode Mercedes. Dat is niet bepaald het kaliber waarin wij er achteraan kunnen gaan. Ja, wij rijden in X3. Die is natuurlijk lang niet zo snel. Wat ik wel eventjes interessant vind is... Wat de hel is er met dit gebouw gebeurd, man? Wat is dit nou? Er staan gewoon twee palen. Kan ik er nu ook doorheen lopen of is het onzichtbaar? Want als het onzichtbaar is, dan weet ik niet of het een probleem... Ja, het is onzichtbaar. Ik weet niet of dit een probleem bij mij is of dat meer mensen dit hebben. Het ziet er in ieder geval grappig uit. En ik vind het leuk. En de werkzeuglader wordt overvallen. Laten we even snel kijken door wie. De A-raster kunnen we nog eventjes dingen in beslag nemen. En de... Even kijken. Juwelier niet, also niet. Gevangenis. Ah, oh, de boel staat in de fik. En het is een Volkswagen. Nou, op zich, dat zou dat wel kunnen. Maar ik zie hier nu die rode auto staan van de juwelier.
Dus daar gaan we natuurlijk achteraan. Zo, oppa, we hebben de verdachte aan weten te houden. Dat is wel even mooi. Helaas is er wel één collega bij omgekomen. Dus ik hoop dat de ambulance er snel is. Hij ligt ook letterlijk ondersteboven. Nou man, nee, dat mag niet. We hebben hier eventjes kijken. De andere persoon die op mijn collega's begon in te slaan. Ik deed een idee, dat vond hij een goed idee kennelijk. In ieder geval, jij gaat ook lekker mee naar de gevangenis. De ambulance is al ter plaatse, dus met mijn collega komt het ook goed, denk ik. Als ik eventjes op ga staan, alsjeblieft, dankjewel. Hoppa, dan gaat deze persoon mee naar de gevangenis. Hoppa, we hebben gewoon alweer 170 XP en we zijn pas 10 minuutjes bezig of zo. Dus dat gaat hartstikke lekker. Nu 200 XP, hartstikke mooi. We gaan eventjes de auto repareren, want die valt bijna uit elkaar. Maar ook wil ik eigenlijk wel eventjes kijken. Oeh, ja, die heeft mijn collega geslagen. Hop. Hou jij hem lekker aan, meneer de collega. Wij gaan even lekker naar de ADAC toe. Later. Die wordt overvallen. Maar dit gebouw is ook al kapot. Het is een gaande munt, jammer, joh. Alles is helemaal naar de getver. En de juwelier die wordt overvallen. Even kijken. Het zou zomaar of een corrupte collega kunnen zijn. Of die is al in de achtervolging. Ik denk dat het een corrupte collega is. Dus laten we even lekker erachteraan gaan. Om er zeker van te zijn dat die corrupt is. En dan kunnen we daarna, weet ik veel, meneer gaan treiteren of zo. Nope, hij is niet corrupt. Ik ben heel benieuwd waar die dan naartoe is. Er is ook een collega neer bij het politiebureau. Dus laten we daar even kijken. 12 seconds later. Even kijken. En er wordt al gelijk weer op de collega ingeslagen. Even kijken. Zo, hop. En de taser is ingezet. En meneer is aangehouden. Ik weet niet wat het voertuig is van de collega. Ik denk dat het deze Volkswagen is. Die stop ik lekker bij hem erin. Veel succes ermee, meneer. Wij gaan weer lekker met vervolg. Ja, en ik wist dat die Porsche ook iets ging doen. Ik denk dat we hier gewoon direct op gaan sturen. Hier gaan we niks uit voor. Hop. Zo. Hop. En wij zijn ook bijna neer alweer. Zo. Even kijken. Er zijn er twee collega's geloof ik nu neer. Het is echt dat we geen flashbang of iets hebben in dit spel. Dat is echt jammer. Even denken. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Hop. En hij is neer. Oké. Okay. Nou, dat hebben we even mooi gefixt. Gaat de ambulance hem gelijk helpen? Dat zou wel mooi zijn. En wie ben jij? Wie ben jij? Jij bent een politieagent. Oké. Okay. Hij lieft ook weer gelijk. Nou, prachtig. Kunnen wij weer lekker door met de volgende melding. One eternity later. Bro, wat maak ik mee? En ze komen gewoon naar me toe rijden. Iedereen hier die want het is, joh. Wat een gekkies. Hop, stopstukjes erachter. En ze rijden er ook gewoon uit zichzelf doorheen, joh. Ik heb gewoon tijd om de stopstukjes op te pakken, joh. Doe eens even rustig aan, joh. Hop. Even kijken, ik lig nou wel op mijn neus, dat is niet zo lekker. Even kijken, waar gaat hij naartoe? Zo. Nou, kies maar je weg, je banden gaan sowieso stuk. Hoppa, wij gaan lekker de achtervolging inzetten op de paarse sprinterbus. En deze persoon is ook alweer geliefd. En dan is hier om het hoekje is ook alweer een collega neer. Even kijken. Ik weet niet. Is denk ik dat hij tegen de muur aan is gereden overleden. Even kijken. Dan gaan we eventjes snel de club checken.
Maar ik denk dat het gewoon een eenzijdig ongeval is geweest. Maar er rijden daar nu wel mensen door de stopsticks heen. Even kijken, zien wij ook nog wie? Het is een Volkswagen met de tegengestelde richting. En jouw banden die zijn al lek. Oké, goed verhaal. Dan gaan we eventjes speedy gons. Nou, dat gaat ons sowieso niet lukken. Hier is er ook alweer een huis kapot. Wat is er gaande, joh, in dit spel? Goed verhaal. Wij stappen lekker in onze auto en gaan we lekker wachten op de volgende melding. En ik kijk echt 500 meter verder. En dit huis is ook alweer kapot. Jemig, man. Ik wist dat de devs goed waren, maar ik had dit niet aanzien komen. Daar nog één. En daar verderop nog één. Ze hebben gewoon al die huizen hergebruikt. En als er met één van die assets dus wat mis, en dan staan alle huizen gelijk raar. Wat grappig. Wat geweldig. En tevens een beetje jammer. Even kijken. Er rijdt een mooie bus rond. Die wil ik eigenlijk wel even staande houden en checken. Dus laten we even kijken of deze buschauffeur ook op een goede plek zijn rijbewijs heb gehaald. Zo. Eventjes het bordje erbij pakken. Hallo. Hello, sir. Do you have anyone in your bus? Gaan we even goede roleplay doen hier. En bro gaat Russisch praten. Nee, man. Oké, u goed. Nou, veel plezier. Ik heb geen zin in Google Translate vandaag. Even kijken, er komen hier allemaal sirenes vandaan. Ik weet niet of dat... Dat is geen achtervolging. Goed verhaal. Wij gaan weer lekker wachten op de volgende melding. Later. En er is een tweede collega ook neer. Er wordt veel geschoten. Even kijken, laten wij eventjes het voertuig, een poging om het voertuig klem te rijden. Dat lukt niet, dan gaan wij achter de paarse Mercedes aan. En hij lief natuurlijk weer gelijk, wat een newbie. Wat een newbie, wat een newbie, wat een newbie. Goed verhaal. Wij stappen weer in onze auto en ik denk dat het wel weer mooi is voor deze dienst. We hebben 335 XP. Als we even terugkijken naar de afgelopen video's waarin we Merge Jammer hebben gespeeld, is dat best wel prima. Dat is boven gemiddeld, denk ik. Ik ben helemaal tevreden. We hebben heel wat interessante meldingen gehad. Dus ik vind het ook weer hartstikke mooi. Wij gaan denk ik lekker gewoon een einde maken aan deze dienst. Er zijn niet meer heel veel mensen wandelen, dus dat kunnen ze. Ze hebben ook een RS4 nu. Nou, dat is morgen. Ik denk dat het politieteam, wat nu online is, dat prima kan handelen. Ik vind het helemaal mooi. Vind jij dat nou? Dan zou ik zeggen, abonneer dan zeker. Dan zie je graag morgen om 17:30 weer terug bij een nieuwe video.